Een hele goede middag. Nou, dat is vreemd om te zeggen goede middag. Meestal zeg ik goede avond. Een hele goede middag. Oh, kijk, echo. Meestal zeg ik goede avond. Zo. Als het goed is, is mijn echo eruit. Dat is eigenlijk veel prettiger. Nou, ik vond het de laatste keer zo vervelend met al die, zeg maar, donkere gedeeltes erin. En met die confetti. En mensen ook terecht zeiden, Marjan, ik stop hiermee met kijken, want dit is gewoon helemaal niks. Nou, dat snap ik. Ik zou het ook vervelend vinden. En toen dacht ik, weet je wat, ik doe hem gewoon een keer opnieuw. Het is voor mij geen straf. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. En ik denk, ik doe hem gewoon vanmiddag nog een keer. Nou, niet precies hetzelfde natuurlijk. Ik heb ik heb wat anders voorbereid. Ik heb wat andere voorbeelden ook gemaakt. Geen straf, hè, voor mij. Want ik doe dat heel graag alleen al voor mezelf. En zo kan ik vanmiddag ook een keer jullie vertellen wat ik gebruik. Zonder dat ik bijna hoef te denken of ik het juiste zeg. Of ik niet de verkeerde materialen fabrikant niet. Maar waar je terecht mee rekening mee moet houden als je voor Studio Light, Colorstock of Hobby Compleet gaat. Is dat je aan de materialen denkt die zij verkopen. Dat je niet met andere dingen werkt. Nu ga ik privé. En ik ga dus lekker heerlijk met de spullen die ik heb, ga ik jullie dingen vertellen. Ik wilde sowieso dingen gaan vertellen over kwast en over papier. Ik haal deze mooie voorbeelden al even weg. Nou, dit zijn voorbeelden die hebben jullie als het goed is gezien. En ik ga voor me pakken een stapeltje met aquarelpapier. En ik heb blokjes. En ik ben zelf gek van werken met aquarelpapier. En ik gebruik heel vaak aquarelpapier. En ik probeer ook heel veel dingen uit qua papier. En waarom? Omdat ik wel ervaren heb bij alles wat ik gedaan heb, dat het aquarelpapier, of in ieder geval het materiaal waarmee je werkt, ook heel bepalend kan zijn voor het resultaat. Het eerste is, dit is een blokje verlijmd. Nou, verlijmd, dat weten jullie wat je bedoelt, hè? Dan is het aan vierkanten vast en hoef je het niet vast te tapen en gaat ook niet het papier bollen. Het blijft, zeg maar, mooi op het blok. En als je dan klaar bent, kan je het eraf halen. Dit is een mooi maatje. Het is een A5. En zeker als je dan werkt om, zeg maar, te kleuren. En zoals ik de bloemen doe, dan is het een heel mooi maatje om zo even mee te beginnen. Dit kleine blokje, dat is dus een aquarelblokje. En ik moest even lachen toen ik even op ging schrijven wat voor papier ik nu eigenlijk allemaal aan jullie liet zien. Of het hot pressed, cold pressed, katoen, cellulose papier is. Nou, bij deze stond het eigenlijk, ja, dit is cellulose papier. Dat is dus de goedkopere versie. Als je echt katoenpapier hebt, dat is duurder. Maar deze stond 100% aquarelpapier, cellulose en voor de beginnende aquarellisten. Nou, dat vond ik wel een leuke. Ik wil niet zeggen dat ik beginnend ben, maar dit is dus een blokje. Ik werk trouwens heel graag op mondval. Toen ik begon met aquarel, mijn poppetjes inkleuren, die drukte ik allemaal af op Canson mondval. Het is geen glad papier, maar ik vind, nou, dat had je de vorige keer ook gezegd, een klein structuurtje als je met aquarelverf werkt, dat vind ik zelf het mooiste werken. Nou, hier ga ik straks op werken, want je ziet dat ik hier al een voorbeeldje heb getekend. Deze heb ik jullie laten zien, dit is mijn favoriet. En deze is, dan moet ik even de goede pakken, op Britannia Cold Press
geen fino gedaan. En ook hier, dat is een verlijmd blok weer, een A5 blok. En dit is dus cold pressed 300 grams met een structuurtje. Dus dat is die. Dit is dezelfde, kijk, maar er zit verschil in. Dit is dus de hot pressed. En de hot pressed, die is dus veel gladder. Daar zit bijna geen structuur in. En daar heb ik bijvoorbeeld deze op gemaakt. Daar zit bijna geen structuur in. En deze. Die ga ik even apart. Nou, dan hebben we tegenwoordig bij Colorstock, de fabrikant. Die heeft artiestpapier. En dat is het merk Baohong. En die heeft daar verschillende soorten in. En dat mochten we uitproberen. En ik moet zeggen dat ik daar heel blij mee ben. De eerste is dus een cold pressed grain fine. Dus met een structuur. Nou, kijk, hier heb ik voorbeeldjes. Dat ga ik straks laten zien hoe ik het gedaan heb. Hier zit een behoorlijke grove korrel in. Maar wel ontzettend leuk resultaat. Daar is ook deze op gemaakt. Nou, hoe ik dat ga doen, ga ik jullie zo meteen allemaal voordoen. En dan heb je dus zijn broertje of zijn zusje, netje hoe je het wil zien. Dat is dus een hot pressed. Dit is een cold pressed. En dit is dus een hot pressed. En die is veel gladder. En daar heb ik dus, kijk, hier heb ik weer even zitten het verschil uit zitten oefenen met dit. Dus hier ben ik ook heel blij mee, want het is niet helemaal glad, heel klein structuurtje, maar hij werkt wel heel erg mooi. Het is dus zelf maar wat je wil. Nou, met die drie gaan we nu stoeien. Ik wilde jullie nog wat laten zien. Waar is die gebleven? Oh ja, deze. Dan heb ik nog deze. Dit is de Torchen, ook van Hahnemüller. Dat is dus ook een verlijmd blok. Kijk, daar ben ik ook op begonnen. En dat is een grovere structuur. En dat is een... Even kijken. Er staat ruf op. Nou, dat klopt. Want dat is dus inderdaad een... en geen torchen. Dat wil zeggen dat het niet dus heel fijn is. Dat het een ruwe structuur is. En dat klopt ook. Maar ontzettend leuk resultaat. Kijk, ik ben hier begonnen. En daar gaan we zo ook mee verder. Als jullie vragen hebben, dan hoor ik het allemaal wel. Af en toe valt mijn... de opmerkingen weg. Dan tik ik wel weer even aan. Nou, waar gaan we beginnen? Nou, de vorige vraag was van... Jeetje, hoe doe je dat nou allemaal? Hoe teken je dat nou? Nou, je begint eigenlijk wat mij betreft met een eenvoudig iets. En het eenvoudige... Ik pak nu even dit blok erbij, want eigenlijk is dit wel... Even drie basisdingen die ik jullie ga laten zien. En drie technieken die wat mij betreft eigenlijk voor iedereen heel goed te doen is. Oké, dit leg ik even allemaal opzij, want ik heb ruimte nodig. En dan ga ik nu ook gelijk even wat vertellen over de kwasten. Nou, kwasten heb ik al wat vaker wat over verteld. Voor dit werk neem ik geen kunststof kwasten. Hier neem ik echt dus martenharen of Kolinsky penselen voor. En waarom? Die kunnen meer water vasthouden en kan je langer mee verven. En dan heb je nog verschillende en dat ga ik nu aan jullie ook laten zien. Dit zijn twee penselen. Dit zijn de Vincent penselen. Dit is Vincent. Dit is de, de 8 en de 6. En je ziet dat die bovenaan een ronde, misschien kan je het zo beter zien, een ronde punt hebben.
daar kan je heel mooi dus deze bloemen van doen. Zelf werk ik ook heel graag met deze penselen. Dit, ik ga ze nat maken, want dan kan je het goed zien. Dit zijn de Black Velvet penselen. En je ziet, ik zou ze boven het papier houden, dat deze bovenaan meer puntig zijn als die andere. Dat betekent dat je hier met het uiterste puntje ook heel fijn kan werken. Nou, als ik hier deze doe, dan heb ik graag de ronde punt. En hoe groter het nummer, hoe hoger het nummer, hoe groter blad je kan maken. En als je kleiner blad wilt, neem je een kleinere. Als ik bijvoorbeeld deze ga doen, ik ga even laten zien waar die zit. Bij dit werk ik graag met de penseel met een punten aan. Nee hoor, als je op 450 gram, dan is je papier dikker. Maar ik zou gewoon het uitproberen. Riek, welke laatste twee bedoel je? Ik ga ze nog gewoon een keer laten zien. Dit is de Baohong Artist Watercolor Paper. Dat is 100% katoen. Dat is dus wat anders als celluloze. En dat is eigenlijk een heel goed betaalbaar merk. En de ene is dus hot pressed en ik heb een cold pressed. En de cold pressed, dat is de grovere. En de hot pressed is dus de gladdere. Dus wat jij wil. En dan krijg je natuurlijk de vraag, waar kan ik die bestellen? Volgens mij. Maar dat weet ik. Kijk, schilderij maakt blij. Bij Van Beek op de aanbieding. Ja, daar heb ik ze ook vandaan. Bij Van Beek. Mijn dochter woont in Amsterdam en die heeft de laatste voor mij daar gehaald. En toen was in ieder geval deze uitverkocht. En ze waren inderdaad in de aanbieding. En ik betaalde toen voor dat blok iets van 12 euro. En daar zitten dus dan 20 vellen in. Dus zoiets zijn ze in de aanbieding. Ik heb ze volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Want ik weet echt de voorraad van elke hobbywinkel niet uit mijn hoofd. Ik weet niet of ze in de hobbywinkel er ook wel of niet zijn. Dus dan moet je zelf even nakijken. Oké. Ik ging met de structuur. Ik ga nu deze laten zien aan jullie. Hoe ik dat gedaan heb. En dat ga ik doen met de Vincent. Met de rondere penseel. Wat doe ik? De kleur die ik gebruikt heb. Dat is in dit geval. Dan moet ik even de goede kleur pakken, jongens. Die zit hier niet. Ik had hem uitgezocht. Maar ik zie dat mijn dozen weer anders staan. Dat is. Ik werk met Daniel Smit, hè. En ik heb deze dozen. Ik heb deze dozen gekocht op Amazon, Arteza. En daar heb ik gewoon de mapjes in. Gevulde napjes in gedaan. En ik heb zelf dus geplastificeerde kleurkaarten gemaakt. Zodat ik altijd weet welke kleur het is. Ik ga nu werken met nummer 128. En dat is Prussian. Wat doe ik? Ik maak mijn kwast nat. Zal ik inzoomen? Is dat niet handiger op dit moment even? Cordien, nog niet. Ik weet niet wat je bedoelt met nog niet. Maar ik zeg al, ik kan niet alles helemaal volgen. Kijk, zo is het al beter. Ik maak mijn Vincent kwast en dat kies ik dus op de punt dat hij wat ronder is. Dan neem ik direct uit het napje de Prussian op. Ik heb daarvoor een porseleinen schoteltje. Daar doe ik even het meeste af. En waarom? Waarom doe ik dat niet op een papiertje? Ik doe dat op een porseleinen schoteltje, zodat de ondergrond dus niet
de verf opneemt. Dan ga ik zetten 3 puntjes. Dus 1, 2, ik zet er een derde bij, 3. Dan maak ik mijn kwast schoon. En dan ga ik dus alleen met water en dan met de verf die ik aangebracht heb, ga ik hier een blad maken. Kijk. Dat is 1. Het tweede blad maak ik met het tweede puntje wat ik net gemaakt heb. En het derde blad maak ik met het derde puntje. En ik gewoon wieberen met je pen of met je penseel. En het laatste stukje teken je even in hoe groot je hem wil hebben. Dan zie je dat er nog ruimte genoeg is om er nog bladen bij te maken. En die ga ik er dus bij maken. Ik maak mijn kwast schoon. Ik heb 2 potjes water. Ik heb 1 grote om mijn kwast schoon te maken. En ik heb een andere. Daar werk ik dus mee om, zeg maar, als ik nieuwe kleur neem of uit te werken, zodat ik altijd schoon water heb. Anders verkleuren je winkels. Dan verkleuren je blaadjes. Dus nu ga ik weer een puntje zetten. Dat is 1. En ik ga er nog 1, want ik denk dat ik er hier dus 5 maak. En opnieuw, ik maak mijn kwast schoon. En ik ga hier vanuit het puntje wat ik neer heb gezet, maak ik het volgende blad. En dan heb ik nog 1 puntje. En ook hier weer maak ik het vanuit het puntje wat je neer hebt gezet, maak je het blad. En als je nou denkt, ik vind het blad te licht of te klein, nou, kleur je hem bij. Maar als je hem te licht vindt, dan pak je wat verf op. Ik pak dus nu vanuit mijn schoteltje wat verf op. En in het nog natte blad laat ik opnieuw verf lopen. En kijk, zo heb je een, ik zal proberen de schittering er even uit te halen. Dan wordt dit het resultaat. Hoe leuk! Dus dat is de eerste manier. Vanuit puntjes ga je dus de blaadjes maken. Deze is bijvoorbeeld droog en dan ga ik het hard maken. Het hard maak ik, ik neem dan een kleiner kwastje. Maak ik in dit geval met dezelfde kleur, puur opgenomen uit het napje. En ik doe in het midden, verbind ik alle blaadjes. Dan is de bloem dicht. Dat doe ik ook bij deze. Ik verbind met de onverdunde Daniel Smith verf de blaadjes. En dan is het bloemetje verbonden. Nou, volgens mij is dit eigenlijk een van de makkelijkste vormen van, zeg maar, de bloemetjes maken. Als het helemaal droog is, dan kan je 2 dingen doen. Want er zijn heel veel manieren dat je zegt van, nou, ik wil er nog. En kan ik laten zien trouwens, heb ik een voorbeeld. Kijk hier. Dit is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Hier zie je, welke kleur DS heb ik nu gebruikt? Ik heb nu gebruikt 128 Prussian.
Maar Ria, als je te veel met je handen trilt, ga ik je laten zien. Kan je het anders doen? Nee, niet anders. Maar dan, ik ga weer een puntje zetten. Dezelfde kleur even. Ik zet even een puntje hier. Kijk. Ik maak mijn kwast schoon. Ik neem even de kleinere. En ik ga met de kwast, ga ik dus gewoon het blad. Dus en volgens mij maakt het dan niet uit dat je trilt. Want volgens mij is het zo heel goed te doen. Ik zou zeggen, probeer het uit. Dus dat is het eerste bloemetje. Nou, wat ik nu wil laten zien is dat wat ik hier gedaan heb. Ik heb hier nerfjes getekend en ik heb wat schaduw aangebracht. Dat kan je doen als je een heel fijn kwastje hebt. Nou, die heb ik hier wel. Ik heb hier hele kleine kwastjes met een heel klein puntje. Maar als je zegt van, bijvoorbeeld als je handen trillen, nou, dat snap ik. Dan kan je ook kiezen voor een aquarelpotlood. Nou, die ga ik nu opzoeken. Ik gebruik de Inktense. Degenen die mij kennen weten dat ik groot fan ben van de Inktense. En nou ga ik kijken welke kleuren er passen. Dan zie ik nu 1310 Iron Green. Die passen wat mij betreft het mooiste bij, vind ik, hè. En wat ga ik dan doen? Nou, zorg dat je voor dit fijne werk een goede punt aan je blaadje hebt. Of aan je blaadje, aan je pen. En dan kan je van het hier dus, zeg maar, nerven erin tekenen. Desnoods, zet je de kant aan als je dat wil. Ze zegt, ik wil dat nog wat verwerken door met water. Nou, je ziet al hoe. Dan krijg je dus dit. Dat is allemaal mogelijk. Zet er puntjes in het blad. Wat jij mooi vindt, dat kan je doen. De basis zijn dus de puntjes waar je de blaadjes uittrekt. En zo maak je je bloem af. Nou, deze heb ik dus wat groter gemaakt. Heb ik zo afgemaakt. Ik heb dus langs het bloemhart ook één donkere kant gezet. Die heb ik iets uitgewerkt met water. Ik heb hem met een kartelschaar uitgeknipt. Ik heb hem op een ander stukje waar ik een proefblaadje had gedaan, heb ik hem overheen geplakt. Ik heb een stukje scrapflos gedaan. Ik heb twee hartjes gestanst. Die heb ik over het touwtje gedaan. En hoe simpel heb je dan een hele leuke kaart. Dus nou, ik denk dat we kunnen zeggen, deze, dat is nummer 1. De volgende, ja, is eigenlijk een beetje een zusje ervan, hoe je dat doet, maar die doe je ook weer iets anders. Nu, ik maak mijn kwast schoon. Ik ga nu schilderen met de Vincent 6. En ik neem deze keer, neem ik nummer 550 Sleeping Beauty. Even kijken, jongens, welke dat is. Volgens mij is dat. Deze. Doe ik weer even op mijn schotel. En eigenlijk ga ik nu vanuit de losse hand ga ik een blad maken. Kijk, ik ga gewoon schilderen. En ik kleur het blad wit. Oh, ik ga jullie laten. Dit wat ik, waar ik nu op zit te werken is niet wit. Ik schilder het blad in. Dan maak ik mijn kwast schoon. En ik ga terug met een kwast zonder verf. En ik neem de in het midden verf weg. Zodat je een mooi, ja, toch kleurschakering in het blad krijgt. En als je denkt, nog niet genoeg, opnieuw je kwast schoonmaken. En dan maak je het, zeg maar, het blad leeg. Ik ga er nog één doen. Die doe ik ernaast. Gewoon
tekenen met je kwast. Je tekent met je kwast een blad. Die kleur je in. Zie je? En als je het niet mooi vindt, dan teken je hem zoals je hem wel mooi vindt. Maak je kwast schoon. En je haalt de verf uit het midden van het blad. Haal je weg. Nou, en als je dan de hele bloem zo gedaan hebt en je vindt dus dat hij te weinig kleur heeft. Ik vind dus dat hij vanuit het bloemhart iets meer kleur mag hebben. Neem ik de verf direct uit het napje en laat ik in het nap lopen. Net zoals we net hebben gedaan bij die andere. En ook hier, als je te veel vindt, voeg water toe, dan gaat die lopen. Als je zegt, ik wil het bovenaan, langs het randje nog een beetje hebben, want dat kan ook, hè. Dan kan je hier nog wat aanzetten. Heel weinig. En dan loopt, ik zal even omhoog houden. Ik zie dat die erg schittert. Kijk, en dan heb je bovenaan zo'n randje. Zo, hier kan je dus eigenlijk op deze manier, ik ga er nog één tekenen, ook je bloem maken. Die zet ik dus naast het vorige blad. En je kan gewoon tekenen. Zo, blad getekend, inkleuren. Kwast schoonmaken. Dan haal ik het binnenste gedeelte weg. Zodat je kleurverloop krijgt. Dus je maakt, zeg maar, je wast je blad af. Je haalt dus het teveel aan kleur haal je weg. En dan heb je het volgende blad. Zie je? Dus zo kan je het ook doen. En ook hier geldt, want die heb ik dus vanmorgen zitten doen. Ook hier kan je weer, ga ik nu laten zien aan jullie, vandaar dat ik vanmorgen dingen gedaan heb. Hier kan je ook weer het hart, of met dezelfde kleur, of je neemt een donkere kleur of een lichte kleur inkleuren. En ook hier kan je weer, indien je wil, met je kleurpotloden aan de gang. Dus deze was vanuit puntjes de verf te uittrekken. Dit is tekenen en je blad schoonmaken. Dus wat je wil. Ine, je bent daar en de rest kijk je gewoon terug. Connie, ik ga jou laten zien het verschil in kleur in aquarelpapier. Want jij denkt dat dit wit is. Kijk eens het verschil. Deze, de Montfal, is witter. En dan ga ik naar deze. Deze is ook witter. Maar dan hebben we deze bijvoorbeeld. Even kijken, jongens, mijn bureau wordt te klein. Deze gaat naar het gele. Die is weer veel geler. Maar ik denk, en als je dit erbij houdt, ja. Het zit allemaal tussen het witte en het beige in. Geel is wel heel erg grof wat ik zeg. Oké. En dit is dus eigenlijk allemaal op... Oh, treintje. Geen vervelende dingen in het ziekenhuis, hoop ik. Maar gezellig dat je er nog even bent. De laatste, deze... Als je het niet durft, dan teken je hem en anders doe je het uit de losse hand. Dit is eigenlijk dezelfde als de middelste, maar die doe ik even met een andere kleur. Ik ga even kijken welke kleur ik voor deze nou gebruikt had. Oh, ja, ik heb wat uitgedaan. Ik vond het erg warm. Hier heb ik gebruikt de Permanent Red 072 bij die. Daar ga ik weer. Ik neem nu weer mijn... Dit is een black velvet, zilver black velvet kwastje. En daar is moeilijk aan te komen. Ik weet dat ik een keer, een poos geleden, een aanbieding had
op Amazon, maar ik heb ze nog niet in Nederlandse winkels gezien. Even kijken, welke moest ik hebben? Deze. Ik begin altijd, als ik dit doe, met het middelste blad. En dan ga ik tekenen. Ik teken hem nu een beetje schuiner. En eigenlijk kan daar niet veel fout gaan. Hè? Het is gewoon het middelste blad. Oh. Nou, als ik een lelijke rand heb, dan maak ik mijn kwast schoon. En dan ga ik met een natte kwast, schoon water, kleur ik. Vanaf de rand haal ik het verf eraf. En ik verwerk hem naar het midden toe. En als je denkt van, nou, dat vind ik niet mooi, dan neem je een beetje nog op. En dan laat je hem. Kijk, dit vind ik dus nu niet mooi. Maar dan ga ik even weg. Wat vind ik niet mooi? Ik vind die harde rand niet mooi. Dus ik neem nu extra verf op. Doe ik wel even op mijn bladje. Een beetje water erbij. En dan ga ik hem toch. Kijk. Wat dat betreft is aquarel heel lief. Hè? Daar kan je heel lang aan schaven, aan bijwerken. Net wat jij mooi vindt. Nou, dat is het eerste blad. En kijk, ook nu kan je zeg maar, ik wil het weghalen, dan doe je het zo. Dan neem ik weer op en ik neem het direct op uit mijn pannetje. Mijn kwast, ik nam de verkeerde. Schoon water. En dan teken ik die ernaast. Nou, die laat ik hem niet aanraken, want als je hem laat aanraken, dan gaan de kleuren in elkaar lopen. Ik neem een beetje de vorm aan van, zeg maar, het blad wat ernaast zat. En ook hier, kwast schoon. En ik werk hem uit. Kijk. En het laatste blad. Direct uit het napje. En die doe ik hier. En die vind ik wel leuk om zo te laten lopen. Kwast schoon. Anders vind ik hem te rood worden. En ik verf hem met de punt van mijn kwast. Verf ik hem in. Als je nou zegt van oké, ik vind kleurnuance niet genoeg. Dan neem je nog wat verf op. Die doe ik op mijn schoteltje en ik verdun hem ietsje. Kijk. En dan ga ik hem hier laten lopen. En hier wat. Zodat je zeg maar een mooie schaduw in je bloem krijgt waar je hem wil hebben. In het puntje iets. Nou, dat kan je laten drogen. Je kan ook, en dat ga ik toch gewoon laten zien. Ik zeg, nou, ik vind het wel leuk om er een geel kleurtje in te hebben. Of een oranje kleurtje. Ja hoor, dit kan ook met de paintpansetjes van Darwin. Natuurlijk. Dit kan in feite gewoon met aquarelverf. En je moet de aquarelverf nemen die je hebt. Je zal misschien wel verschil zien van resultaat. Maar dit principe, zoals ik nu werk met de aquarelverf, kan ook met de Derwent-setjes. Nu ga ik geel erin zetten. Zien jullie? Dan krijg je toch ook weer een nuanceverschil in de kleur. Nou, dat kan je dus ook doen met groen of geel. Net whatever je wil. Nou, nu heb ik je dus eigenlijk drie manieren van bloemen tekenen al laten zien. Dan ga ik toch ook nog die andere laten zien waarin ik in nat werk. Dus deze leg ik opzij. En ja, deze hebben jullie gezien. Hè? Dat is in feite die kaart waarvan ik zei van ja, dat is mijn favoriet. Even kijken waar die is, jongens. Kijk, deze. Die heb ik nu in een setje van drie gedaan. Ik ga straks ook laten zien hoe ik de steel doe. Want daar kan je dus ook nog wel leuke dingen mee doen. Maar zo
Mia, als jij niet, zeg maar, vlakken verft die tegen elkaar aangaan, dan hoef je niet te drogen, dan kan je het aan de lucht laten drogen. Als jij zegt van, oké, ik wil gelijk door, maar mijn gedeelte, bijvoorbeeld hier zo, ik wil hier de steel aanmaken, en die moet aansluiten tegen mijn gekleurde bladen en met groen, dan kies je ervoor. Of je groen loopt in je roze kleur, of je maakt het droog en dan verf je er tegenaan. Dat is wat jij wilt. Ik heb een föntje. Dat ga ik ook laten zien aan jullie. Kijken waar die is hoor. Er ligt hier gelukkig niet zoveel. Ik heb ook niet zoveel. Ik heb hier een heel klein föntje. Dat is een föntje, zeg maar een vakantieföntje. En dat föntje, dat heeft twee standen uit, maar zacht. Ik ga het laten horen. Dit is hard. Oh, stekker erin. Dat is wel zo handig. Kijken welke stekker eruit kan. Denk ik niet. Dit is de harde stand. En dit is de zachte. En ik gebruik de zachte stand. En waarom doe ik dat? Als je erg nat werkt en je gaat met die harde, zeg maar, föhn, ja, stand overheen, dan blaas je je water weg. En dat willen we niet. We willen alleen dat het water droogt. Dus zachte stand. Op een afstandje kan je het drogen. Ik heb wel geleerd uit ervaring dat hoe meer je je kleur, je verf aan de lucht laat drogen, hoe mooier het is. Oké. Nu wil ik deze laten zien. Hier heb ik er dus 3 bloemen gemaakt op, zeg maar, grof aquarelpapier. En dan zeg je vast tegen mij van, Jan, hoe kom jij nou aan die modellen, aan die vormen? Ja, dat is gewoon een voorbeeld erbij nemen en natekenen. En krijg je het precies nagetekend? Nee. Deze zit een verhaal aan. Kijk. Ik heb dit tasje in de zomer gekocht, omdat ik weg was van, zeg maar, de bloemen die erop stonden. Dit is dus een tasje, komt uit Tsjechië. En is een bambas tasje. Ja, en ik vind dit dus geweldig. Ik ben gek op klaprozen, dus ook dit. En toen dacht ik, toen ik vanmorgen bloemen zat te maken voor jullie, om te denken, ik ga eens wat anders doen. Ik denk, pak hem erbij en ik keken ze na. En dan ga ik lekker met die vormen ga ik aan de gang. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb deze getekend dus met potlood. En dat potlood krijg ik straks voor het grootste gedeelte gewoon weg. Ik heb het hier ook laten staan om jullie dat straks te laten zien. Ik kan het nu wel laten zien. Ik pak gewoon een schoon gummetje. Jullie zien dat er hier potlood zit. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Hier zo. En dat ga ik... Oh, moet ik het wel in beeld laten zien? Ja, daar zo. Dat ga ik weggummen nu. Zo. En je ziet, de potloodlijnen zijn weg. Niet te hard drukken, want dan maak je je papier kapot. Maar, het zit niet goed. Hier moet je kijken, het is dus weg. Nou, dan ga ik nu deze verder. Ik ga deze ook weer, maar dit ga ik met een andere techniek doen. En daarom wilde ik per se tekenen. Wat ga ik nu doen? Ik ga het bloemblad dat ik ga verven, ga ik nat maken. En daarvoor neem ik schoon water. Ik zal met de middelste beginnen. En ik maak dat blad nat. Probeer zoveel mogelijk langs dat getekende randje het blad nat te maken.
En ook echt het hele blad. Hè? Niet het zeg maar alleen de buitenranden. Nee, het hele blad maak ik nat. Dan pak ik de kleur die ik wil. En ik ga deze keer aan de gang met dezelfde 072 Permanent Red. En dat is deze. Dan laat ik het, de verf, lopen in het water. En dat doe ik aan meerdere kanten. Dus niet alleen aan de onderkant, ook hier aan de bovenkant. Hier een stukje. En ik laat zeg maar, het water zijn werk doen. En als er niet genoeg loopt, dan maak ik mijn kwast schoon. Ik neem schoon water. En ik werk dus de verf die ik aangebracht heb, die laat ik met mijn water die ik nu in de kwast heb, mijn schone water, laat ik uitlopen. Zo. Straks werken we hem bij. Dit is het eerste blad. Nou ga ik het tweede blad doen en dan kies ik ervoor om niet even direct naast het blad wat je net gedaan hebt te doen. Ik ga dat doen. Ik maak mijn kwast schoon. Ik neem schoon water. En dan ga ik even een blad verder. Omdat dit behoorlijk nat is. Ik leg hem even neer. Dan ga ik ook hier weer mijn blad inkleuren met het water. Het hele blad. En dan doe ik hetzelfde. Ik neem verf op uit het napje en ik breng het aan in het natte waterblad. Dus kijk, hier zo. En zie je dat die loopt? En dan denk ik, nou ik doe hier ook nog even een beetje. Dan maak ik mijn kwast schoon en dan ga ik met een natte kwast ga ik de verf die ik aangebracht heb, verdelen, wat heet, laten uitlopen over het gedeelte waar ik het aangebracht heb. Kijk. Meer doe ik niet. Ik laat hem even zo lopen. Dan ga ik het volgende blad doen. Het volgende blad ligt dubbel. Dus ik heb nu, tenminste in een omgeknikte rand. Ik ga nu beginnen met, en moet ik even mijn, pak ik gewoon even mijn voorbeeld erbij. Hoe zat dat ook alweer? Kijk, hier moet die licht zijn, dus ik ga het aanbrengen. Ik maak dit stuk even nat. Dus het onderste stuk maak ik nat. En ik breng de verf aan. Aan de onderkant, want tegen de rand is die licht. Dus ik pak weer water op. Ik zet hem aan in het puntje. Hier in het puntje. En maak mijn kwast schoon. En ik werk de verf uit. En ik zorg dat het langs die bovenste rand het lichtste is. En hier mag aan de onderkant mag die donker. En als die nog niet donker genoeg is, dan doe ik dat zo meteen bijwerken. Oké, ook hier blijf ik nu verder vanaf. Ga ik eerst dit blad doen. Zie je dat die andere nog loopt, dit blad? Ik ga deze doen. Dus, schoon water. Ik maak mijn blad nat. Het hele blad mag nat. Ik neem mijn verf op uit het napje. Ik zet hem in de punt aan. En hier in de punt. En hij mag. Maak ik mijn kwast weer schoon. Ik pak schoon water. En ik werk de verf die ik heb aangebracht. Werk ik uit.
Oké, dan gaan we naar het laatste blad. Ook dat maak ik weer nat. Ik hoop dat het allemaal nog duidelijk is voor jullie. Anders vragen, hè? Dan probeer ik te antwoorden. Ik maak het laatste blad nat. Tenminste, voorlopig, want dan ga ik hem drogen. Zorg dat je niet langs de andere bladen gaat, want dan gaat het in elkaar lopen. Wat hier al bijna gebeurt, maar omdat het heel licht is, laat ik het gewoon gaan. Zometeen ga ik wel even kijken of ik dat eruit krijg. En ik pak weer... Het midden is nog niet nat, zie ik. Ik pak meer verf op. En ik laat hem weer onderaan. En bovenaan of aan de zijkant, wat jij wil, laat ik hem lopen. Hier loopt hij niet goed. Dus ga ik mijn kwast droog maken. Nee, schoonmaken. Ik pak water en ik ga met water ga ik het verloop helpen. Kijk. Dat is een extra handicap hè, voor mij. Met één hand op de rug zeggen ze wel eens, maar... En dan is het volgende blad. Nu heb ik dus drie bladen gekleurd. Ik zou nu deze moeten kleuren, maar dan moet het eerst goed droog zijn. Nou, nu kan je zeggen van, weet je wat, pak eventjes je föntje erbij. Dus nou, dat ga ik nu doen. De zachte stand... Dat je hier raar doet. Ik pak even een stukje keukenrol, want deze is erg nat. En dan haal ik het ergste nat weg. Want anders gaat hij toch lopen zo meteen met de föhn en dat wil ik niet. Zo. En jullie zijn er stil van, wat leuk. En je ziet nu, hè, doordat het een verlijmd blokje is, dat je papier niet gaat bollen. Dat hij dus strak getrokken wordt door de verlijming aan alle kanten. Nou, ik denk dat hij zo aardig droog is, want ik wil dat laatste stukje ook nog even verven. En dat doe ik weer met schoon water. Dat is dit stuk vanuit de punt. Ik ga even, dat is echt ook voor mij dit nu spannend. Of dit goed gaat lukken zoals ik wil. Zo, ik laat het hart nog even, zeg maar, droog. En dan ga ik met mijn kwastje, pak ik het verf op vanuit het napje. En dan breng ik hem hier aan, want hier mag die donkerste zijn. En ook al tikt hij nu aan, dan zie je dat hij toch gaat lopen. En dan hou je ook dat stukje wit. Ik maak mijn kwast schoon en ik ga de verf nu uit laten lopen naar de bovenkant van dat blad. Kijk. Ondertussen kan je het eventueel bijverven als je wil. Dat randje doe ik even. Nou, de rest kan ik hier zo donkerder maken straks met kleurpotlood. Maar zo is dan in principe ook het onderste blad gekleurd. En kan ik zo meteen, als het droog is, dus de accenten gaan aanbrengen. Nou vind ik het wel leuk om bij deze zo meteen nog wat extra kleur aan te brengen vanuit het hart.
Nou, dat kan nu, want de onderlaag is droog. Ik neem dus opnieuw natte kwast. En ik ga met mijn kwast hier vanuit, zeg maar, het hart, ga ik nog wat nuanceverschil aanbrengen. En als je dat te veel vindt, dan is het het mooie. Dan pak je een stukje keukenrol en dan dep je het. Ga geen gaten erin maken. Maar zo werkt het, kan het dus ook. Nog een beetje. Bij deze ook. Kijk. Vanuit het hart mag die best een beetje kleur hebben. En werk je hem bij. En het is aquarel, hè? Dus je mag ook best de watervlekken zien. Dat is de kunst van aquarel. Ja, is je net, vind ik ook. Leuk, hè? Ik neem ook altijd mijn vakantieveun weer mee naar vakantie. Want buiten dat ik mijn haar veen, gebruik ik hem ook bij mijn verf. Die ik eigenlijk altijd wel bij me heb op vakantie. Zie je, vanuit het hart iets meer schaduw aanbrengt. Tenminste, iets meer kleurnuance. Schaduw vind ik wat anders. En kijk, kan je hier langs het randje ook nog wat extra's doen als je dat zou willen. Nou, zo kan je heel lang spelen totdat je zelf tevreden bent over het resultaat. Bij dat blad hier ga ik ook nog wat doen. Ik kan dit uren blijven doen. Ik vind dit geweldig leuk werk. En elke keer zie ik weer wat en denk, oh ja, dat kan ik ook nog even, daar nog iets. En pas op dat je het niet te veel doet. Want te veel, overal wat te voor staat, hè, zou mijn moeder altijd zeggen, is niet goed. Nou, dat klopt ook. Als het dan droog is, kan je het hard doen. En het hard wilde ik deze ronde gaan doen met een toch wel een hele donkere kleur. Ik ga iets naar het bruine toe, denk ik. En dan kom ik al heel gauw in de kleur. Zo. In de kleur 11 Burnt Umber. En die doe ik straks ook nog wel met een beetje, zeg maar, water. Kijk. En dan ga ik het hard maken. En eventueel doe ik dat straks ook weer bijwerken, hè. Want zo is het nog niet klaar. Nou, deze ga ik straks afmaken met steeltjes en nog een kleur met mijn potloden. Maar ik wilde ook nog even de steeltjes laten zien, want dat had ik ook nog beloofd dat ik dat zou doen. Is het voor jullie een beetje zo duidelijk dat ik de drie manieren om je bloemen te tekenen, in te verven, vanuit puntjes te doen, wat je maar wil. Dus, en anders vragen stellen, dan ga ik nu nog eventjes met jullie steeltjes maken. Neem ik deze weer voor me. Voor de steeltjes vind ik de kleur, en die had ik de vorige keer al gebruikt en die heb ik expres bewaard. Dat is de kleur, even deze dicht doen, oké. De goede kleuren voor jullie zeggen. Dat is de kleur Payne's Gray 235. En daar heb ik bij gedaan Jadeite Green. Dus dan krijg je deze kleur. En dat vond ik wel mooi passen bij de rest van de kleuren. Dus nou, zo kan je het zien. En op deze kaart zie je, ik had dit gedeelte uitgetekend.
Ik heb hem hier door geknipt, gesneden. En ik heb dus het steeltje door laten lopen. Wat je nou zou kunnen doen is dat je hier ook het steeltje doet. Maar dat vond ik niet leuk. Dus ik heb het zo gedaan. Wat ga ik nu doen? Ik ga schoon water pakken. En ik neem een niet al te dikke kwast. Ik neem mijn Silver Black 6. En ik neem wat van de verf op. Dan ga ik... Ik begin even bij deze. Vanuit het bloemhart wat je getekend hebt. En probeer het met... Probeer het vanuit het hart te doen. En met een puntje. En gooi dus noods een slingertje in je... In je steeltje. Nou, hier komt dus ook het bloemhart. En dan deze... Kijk, die gaat daar naartoe. Dan neem ik de volgende. Dat is de grote. Met de punt. En hoe meer je de punt omhoog haalt, hoe dunner die is, hoe meer je hem aandrukt, hoe dikker. Dan ga je blaadjes... En ik hoorde van de week, dat is de one-stroke techniek. Nou, dat kan. Dat wist ik niet, maar ik heb mezelf wel geleerd om die blaadjes zo te maken. Je zet je punt neer op de steel. Je maakt een dun streepje. Dan druk je hem in. En dan haal je je kwast weer omhoog en je maakt het puntje. Ik neem even een iets dikkere, kunnen jullie het beter zien. Ik ga naar de... Even kijken... Ik neem mijn Vincent 6. Die heeft dus een ronder puntje. Dan heb ik kans dat je iets breder blad krijgt. Ik zet mijn kwast neer. Ik maak een klein streepje. Druk hem uit. En ik trek hem omhoog tot een puntje. Dat is dus de manier waarop je, zeg maar... een blaadje kan maken. Je kan er hier nog één tegenaan zetten. Hè? Dus dezelfde. Dan kan je hier puntje. Trek hem uit. En dan trek je het puntje daar naartoe. Dus als je het bij deze zou doen. Dun puntje. Kwast omhoog. En naar het blaadje wat je al gedaan hebt. Dan krijg je een andere vorm van het blaadje. Net wat je zelf mooi vindt en leuk vindt. Dus... Dat zijn dan de blaadjes die ik heb gemaakt. Zijn er nog andere vragen van jullie uit? Ik ga sowieso deze afmaken, want deze vind ik zelf erg gaaf worden. Hier ga ik ook nog aan de gang met mijn aquarelpotloden. Want daar heb ik iets meer grip. Ik ga hier nog een andere kleur aanbrengen bij het randje. Ik ga nog wat bolletjes met goud. Misschien wel gewoon met mijn Signo-pen. Weet je wel, dat je het kan zien. Dus deze, trouwens, en deze ga ik ook afmaken. Want weet je wat ook heel leuk is? Zit ik me nou te bedenken, maar dat moet je kunnen. Dat zeg ik er even bij. Dan zou je een hele donkere kleur kunnen nemen. Om een steeltje te maken. Ik ga het proberen. Dat is voor mij nu ook eventjes een uitprobeerseltje. Hè? Dus als het mislukt, nou, dan kunnen we met z'n allen heel hard lachen. Ik ga hier een steel maken. Ik ga vanuit die. Hier komt hij dan. En ik stop hier. En wat ga ik nou doen? Ik pak mijn pen. En ik ga hier zo... schrijven met mijn pen. Want met de kwast durf ik het nog niet aan. Kijk, enjoy. En ik trek de steel verder door. Kijk, dat had ik al eens vaker gezien. En ik heb het eigenlijk zelf nog nooit uitgeprobeerd. Maar ik vind dat wel heel grappig. Nou, dan kan je ook hier weer, net als dat ik net heb laten zien. Eventjes een streepje zetten. Blaadje. Moet je wel een goede natte kwast hebben. Dat zie ik al. En genoeg verf eraan hebben.
kijk. En als het dan niet goed is, dan teken ik hem gewoon even bij. Niet te bang zijn allemaal. Dat was ik ook altijd. Gewoon doen. Maar dit is toch onwijs leuk als je dit eruit haalt en je zet hem gewoon op een kaart. Ja, ik zou zeggen, ga het vooral proberen. En ga er nou niet van uit dat je eerste probeersels gelijk mooi zijn. Hè? Zal ik het jullie laten zien? En dit is nog maar alleen van de mislukken bij mij ook dingen. Hè? Kom. Kijk, ik probeer ook van alles uit. En dan vind ik het papier niet mooi. En dan loopt het niet goed. En dan zijn de kleuren niet goed. Kijk, ik oefen ook regelmatig. Gewoon uitproberen, uitproberen, uitproberen. En oefening baart kunst. Maar goed, ik hoop dat, nou, het was in ieder geval deze ronde zonder confetti. Daar ben ik al blij om. Ik vond het heel erg leuk om te doen. En misschien zeg ik wel volgende week, weet je wat jongens? Ik ga op een middag, ik ga nog een keer lekker met jullie aan de schilderen. En ik meld het gewoon op mijn pagina van wanneer ik ga. Ik vond het hartstikke leuk. Ik ga ze afmaken van de week. Ik ga eerst zorgen dat ik voor maandag mijn voorbeeld af heb. Ik denk dat ik maandag ga doedelen op de jellyplate. Of met de jellyplate afdrukken en daarop doedelen. En dat moet ik nog maken, dus dat ga ik eerst doen. En dan volgende week ga ik weer heerlijk aan de schilder. Dus voor nu wens ik jullie een heel fijne jaarwisseling. Dat jullie met degene met wie het kan heel veel plezier hebben. Alvast heel veel geluk voor het nieuwe jaar. Veel plezier, veel creativiteit. En ik hoop jullie maandag in goede gezondheid allemaal weer te zien. Fijne dagen. Doei doei.